rammelen met dat ding. Terwijl u slaapt, werken deze mannen hard aan het spoor. Even die auto's door. Nachtenlang. Ik denk dat de hele spanning eraf moet, of niet? Ook in het weekend. Nee, waterpomptank. Want met 7000 kilometer spoor is er altijd wel een klus te klaren. Jammer dat het geen geur-tv is, want wij worden wel hitsig van diesel- en olielucht. Ik heb de mooiste baan ter wereld. Ja. We zijn in Den Haag. En het is bijna 12 uur 's nachts van de nacht. Voor Martijn Bruines, ploegleider bij de BAM, is dit het begin van de werkdag. Goedenavond, jongens. Soms wel even zwaar. Dus even, je gaat altijd van huis als iedereen naar bed gaat. Maar op zich, ja, ik weet niet anders. Ik doe het al zo lang. Dus, ik ben er wel aan gewend. Ploegleider Martijn werkt al 14 jaar bij bouwbedrijf BAM. Hij is getrouwd en heeft twee dochters. Het 's nachts werken heeft ook zijn voordelen. Ik kan 's middags de kindjes van school afhalen en ik kan 's middags met hun leuke dingen doen. Samen met zijn ploeg gaat Martijn deze nacht een stuk spoor tussen Den Haag en Gouda weer rechtleggen. En dat doen ze met deze grote machine, de zogeheten stopmachine. In de loop van tijd verzakt het spoor en dat gaan we vandaag weer herstellen eigenlijk. Eigenlijk onderstoppen we het spoor. Dus we stoppen de ballast weer opnieuw onder de dwarsligger en we leggen daarmee het spoor op de juiste hoogte. Deze machine, het is 152 ton, die kan het op een millimeter nauwkeurig kan dit weer rechtleggen inderdaad. En het is zeer belangrijk dat de trein, voor de trein zeg maar, dat het kaarsrecht ligt. Ook in Den Bosch wordt hard gewerkt aan het spoor. Buiten komt de regen met bakken uit de lucht. Paul blijft gelukkig relaxed. Ik noem het spoorkoorts. Ik heb het 20 jaar geleden gekregen, ik ben er nog niet vanaf. Uitvoerder Paul Vermeulen is al wekenlang bezig met het vervangen van het spoor. Als laatste moeten de bouten worden ingesmeerd met een speciaal vet. Maar de regen zorgt voor de nodige problemen. Het meest kritische dat is dat afdoppen. Want dan krijg ik zelf een beetje hoofdpijn van met dit weer. Ja, we hebben hier al een keer een na-nachtje gehad. Dan had ik weer de pech dat het regende. En nu ziet het er ook niet al te best uit. Dus dat gaat eigenlijk best spannend worden. Huh? Hoeveel man heb je? Om 2:30 s'nachts gaat het spoor buiten dienst en rijden er geen treinen meer. Paul en zijn mannen hebben dan precies 3 uur de tijd voor de klus. Ja, de buitendienststelling die eindigt om 5:10. Omdat de LWB zijn maatregelen moet verwijderen, gaan we om 4:30 eraf. Duidelijk? Ja. Het wordt spannend om dat binnen de tijd gerealiseerd te krijgen. Want het is stiekem toch een hoop werk en met dit weer. Martijn checkt de gegevens op de computer, zodat de spoorstaven straks weer 100% waterpas komen te liggen. Zo niet, dan hobbelt de treinreiziger heen en weer in zijn stoel. Hoeveel millimeter een spoor gecorrigeerd moet worden, wordt van tevoren precies berekend. Maar Martijn houdt meer van olie en diesel dan van computers. Oh ja, hier. Als de techniek dan eindelijk meewerkt, kan de stopmachine vertrekken naar de werkplek in Gouda. Met Martijn als de machinist van dienst. Mooiste vak in de wereld, dit zo. Heerlijk. En dat is maar goed ook. Want zo'n speciaal ontwikkelde stopmachine kost maar liefst 6 miljoen. Dit is onze machine. Wij rijden ermee, we werken ermee, we onderhouden hem ook. En er staat een heel groot BAM op de zijkant, maar eigenlijk is het gewoon onze machine. Of van onze ploeg. Het is als een soort kindje. Hè. Zo verzorgen we hem ook. We zijn terug in Den Bosch, waar het nog steeds regent. Paul heeft nog iets meer dan 1,5 uur om de klus te klaren. Een gasbrander biedt uitkomst. Al niet tegen? Nee. Dan heb ik bedacht om het proberen droog te stoken. En het werkt goed. En gelijk achteraan zwart maken. Heel veel mensen snappen dat niet waarom je dat opsmeert. Ja, dat is gewoon puur voor de bescherming van de kraakbout. Ah, dat is warm zat, Jan. Net als Paul heeft ook Jan al jaren last van het spoorvirus. Als je daar besmet mee bent, dan weet je niet anders meer. Ik vind het gewoon leuk om elke keer een uitdaging. En de stress een beetje. Beetje? Ja, een beetje, want het moet maandagmorgen weer rijden. Hè? Dat maakt het wel spannend altijd. Mooi zo. Ik kom toch nog even kijken. Dan weet ik zeker dat het ook gereed is. Niet dat ik jullie niet geloof. Kan maar klaar zijn. Goed? Ondanks het slechte weer lijkt het erop dat Paul en Jan het gaan redden vannacht. Voordat het spoor 's ochtends weer open gaat voor gebruik. Ik heb een stuk al gecontroleerd wat al klaar is. Ziet er hartstikke netjes uit. Dus ik zeg doorgaan. En gelukkig is het niet al te ver meer.
Om even voor 1:30 arriveert de stopmachine van Martijn op de werkplek in Gouda-Goverwelle. Wij zijn met de machine tot stilstand gekomen langs perron spoor 701 en wachten hier tot het spoor buiten dienst gaat over. Het hoort een beetje bij het spoorwereldje, wachten. Ja, wachten tot je een treinpad hebt, wachten tot het spoor buiten dienst gaat. Wachten tot alle veiligheidsmaatregelen weer genomen zijn. Dus ja, het hoort er wel een beetje bij. Ja, we gaan nog maar een bakje koffie drinken, denk ik dan. En een 30 minuten later dan gepland wordt het spoor eindelijk vrijgegeven door de treindienstleider. Martijn heeft dan nog precies 2,5 uur voor de hele klus. Alle sporen waren buiten dienst, hoor. Alles is buiten dienst, ja. Stel er gebeurt wat of zo, daar moeten we wel rekening mee gaan houden. Maar als er niks gebeurt en alles goed gaat, dan redden we het. Ja. Als jullie zover zijn, mag je achteruit rijden. Hij tilt het spoor, spoorstaven en dwarsliggers op. Houdt het op de juiste positie. En op dat moment gaan de vingers met een bepaalde frequentie heel hard trillend de ballast in. En die knijpen de ballast weer onder de dwarsligger, zodat het op de juiste plek ligt. Rammelen met dat ding. Maar dan blijkt al snel dat de machine niet helemaal goed werkt. Hij ligt niet aan één kant. Na weer een lange nacht zit de klus in Den Bosch erop. Hoofduitvoerder Paul kan tevreden zijn. Paul, heb jij toevallig het projectnummer? Ja, ik ga even naar binnen. En voordat hij iedereen naar huis stuurt en een warme bak koffie, checkt hij nog één keer zijn things to do lijstje. Om er zeker van te zijn dat alles klaar is. Ik ben er blij mee. En zij stiekem zelf ook. Nou kunnen ze lekker naar moeder de vrouw. En ik ook. Goed, jongens, wel thuis en tot de volgende keer. Oh, later. Bam! Boven de spoorstaaf. Bandlek. Martijn moet razendsnel op zoek naar de storing. Want bij hem begint de tijd nu echt te dringen. De sensor aan de rechterkant, of aan de linkerkant van de middenmeetwagen is kapot. Gelukkig heeft hij de boosdoener snel gevonden. Dus ja, moeten we even een nieuwe sensor zetten. Ik denk dat de hele spanning eraf moet, of niet? René, waterpomptank! We hebben wel een bepaalde druk, want we weten dat het dan weer in dienst moet. Dus dan moeten we klaar zijn. En we hebben gewoon wel de productie die we moeten halen. Dus ja, we moeten wel eraan zo dadelijk. Blauw 3, zwart 4. En vooral inderdaad die kleine draadjes erin rommelen. En ja, we staan onder tijdsdruk, maar ja. Oké, yo. Starten! Oh ja, we moeten weer helemaal terug. Ja. Nou, haak omhoog, want je hebt je haak naar beneden. De storing zorgt voor een 30 minuten oponthoud. Ondanks de tijdsdruk wordt Martijn er niet nerveus van. Na een aantal jaar weten we wel van, als hij dit niet doet, check dit. Dus wat zijn de voorwaarden? Houd het ook een beetje spannend, hè? Uiteindelijk lukt het hem ruimschoots om alle spoorstaven weer kaarsrecht te leggen en kan de trein weer terug naar Den Haag. Volgende keer in Helden van de Nacht maken we kennis met lassers Harry en Erwin, die al 30 jaar samenwerken. Zit de muts goed? Mutsje goed. Ja, die ging weer verkeerd. Godverdomme, de rooi doe je dat eens een keer goed in één keer.